waar we nu zijn. Waar zijn we dan? Waar lopen we? John Lennon en met zijn vrouw in Amsterdam. Dat was de laatste keer dat zij hier waren. Oh shit. Lennon, jezus. Foto's voor wat? Voor mezelf. Oh. Ik kijk je aan. Dus waarschijnlijk kan je elk moment vragen. Ja, ik weet dat hier John Lennon een keertje heeft gestaan. Zou ik van de kamer een foto kunnen maken? Als het mogelijk is. Als die voor mij is, volgens mij is het niet vrij. Ze doen gewoon moeite voor je. Wow, echt maar dat zou mijn vader zo erg gaaf vinden. Ja. Het is niet beschikbaar, want die staat. Ze hebben vandaag nodig voor een fotofinish. Dus voor vandaag is het niet mogelijk. Zou dan dus voor mijn kamer op de 7e van de uur. Zou ik daar voor de voordeur een foto kunnen maken? Met de kamerdeur. Ja, als het nodig is. We have to be here at mostly the people leave at that time, and we have 3 hours till 3 o'clock to give them a break. I cannot say 100%. From the Rolling Stones and this red band from the Beatles. En dit is de eerste keer dat ik in Hilton ben, maar ik heb heel veel gefoten voor de voordeur. En toen kwam ik naar Amsterdam. Nee, ik kom ook maar. Ja, dat is heel ver. Dus ik kom zeg maar niet heel vaak hier. Dus het is wel bijzonder voor mij. Ja, wel verrassend voor mijn vader. Heb je even de tijd van deze pre-jongen foto maken voor die suite, maar in de voordeur, want die kamer is geblokt van okay. Show. Ja. Ik zal het hier aan laten de hoek door laten sluiten. Ja, fotografen. Oké. Nou. Nee, maar weet je dat het echt heel speciaal is, zeg maar? Gewoon dat John Lennon daar gewoon heeft geslapen een aantal jaren geleden. Ja, dat een aantal jaren, dat was 1969. Ja, 1969. Ja. Dat is bijna 60 jaar geleden. Ja. Dat is wel 5. Ik ga naar de kamer. Dat is goed, ik zorg voor de taxi, ja. Hoi. Hoeveel kost één nacht eigenlijk hier? Oh, ik denk van 2000 of zoiets. 2000? Per nacht, ja. Zo begint het. Het kan hoger zijn. Heel mooi. Dank u wel. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Mooi. Ik heb alles gefilmd. Ik heb alles gefilmd.